provincie Overijssel die reikt elk jaar aan vrijwilligers. Dat zijn enkelingen of ook groepen. Wordt die prijs uitgereikt als een soort van waardering, dank voor het belangeloze werk wat vrijwilligers doen. Ja, je wordt geen vrijwilliger om prijzen te winnen. Maar als er dan een beetje waardering komt, dat is natuurlijk altijd leuk. Daar zijn we blij mee. Een flink aantal jaren zijn we hiermee bezig. Volgend jaar hebben we ook het 10-jarig bestaan van het blad. Het is een samenwerking van drie oudere bonden. Dus dat is ook leuk wat erachter zit, zeg maar. Dat is een hele goede samenwerking. En we proberen daar elke 10 keer per jaar brengen we dat blad uit. En dat is elke keer weer goed gevuld met allerlei artikelen en leuke dingen voor mensen om te lezen. En het belangrijkste is denk ik dat we gewoon nog beter of nog, met nog meer enthousiasme doorgaan met het maken van een mooi seniorenjournaal. Ja, ik hoop dat het de waardering goed overneemt die ja, we zeker. Voor jullie hebben. Ja. Mooi. Dankjewel. De groene visite. Daar ben ik al 7 jaar bij betrokken van meet af aan. Ben ik al de coördinator van de Groene Visite. Groene Visite die zorgen dat ouderen met dementie even een onvergetelijk uurtje beleven met gebruik van zintuigen door middel van natuur. Mooie foto's, dingen vers uit de natuur, mooie takken, mooie bloemen. Ja, zij is een vrijwilliger en ja, echt de gangmaker van de Groene Visite. Dan gaat ze met koffers, met allemaal natuurfoto's en dingen naar dementerende ouderen. En daar laten ze dat zien en ruiken en voelen. En dat heeft zo'n positief effect op die ouderen. En zij is daar echt de kartrekker van. Enorm waardevol. Dus daar zijn we heel dankbaar voor dat ze dat wil doen. Het is een vrijwilligersprijs, ze doet dit ook vrijwillig. We hebben in Overijssel heel veel vrijwilligers die ervoor zorgen dat onze provincie mooier en leefbaarder en gezelliger is. En zij is daar echt een uitstekend voorbeeld van. Ik denk dat ik nog niet uit gegroene visite ben. Maar dat geeft niet, dat is heel leuk om te doen. En de dankbaarheid ook die na afloop van een groene visite te zien is bij de mensen. En de tevreden zuchten en gesprekken. Ja, en daar gaat het om. En de glimlach die je op de mensen het gezicht ziet. Oké, dank je wel. Gefeliciteerd. Misschien een draai, ik ga het meteen.